Dag meid Joëlletje. Ben je er weer gezellig? Ja, ik ben er weer. Gezellig, mop. Kom lekker naar boven. Ja. Nou mam, hoe is het eigenlijk met je? Ja, goed. Ik ben net terug uit Ibiza, je weet, mijn eilandje. Mm-hmm. Ik heb het superleuk gehad. Ja. En ik heb natuurlijk wel iets te vertellen. Ik ben met mijn vriendin Cathy. Oh, Cathy. Cathy Getta. Zij doet natuurlijk op zaterdag, heeft ze High. Ja. En dat is, dat is haar avond, doet ze met Black Coffee. Het is een discotheek. Het is een discotheek op Ibiza, dat heet High. En dat doet ze elke zaterdag met Black Coffee en... Ja. Met de Martinez Brothers ook. Oh, wat een leuke combi. En toen heeft ze me meegevraagd. Ik vind Martinez Brothers ook geweldig. Geweldig, ja. En toen heeft ze me meegevraagd. Ze zei, Estelle, come on. Wordt een leuke avond. En ik was een beetje moe. Ze zei, but I've got a surprise for you. Ik denk, wat dan? Ja. Drake is there. Oh. Nou, schat, ik was wakker. Oh. Ik ging... Oh, ik vind hem zo geweldig. Ja. I love Drake. Die hele zaal stond op zijn kop. Nee. Ja, hij is ook een goede vriend van Black Coffee. Ja. En hij zat bij de DJ booth. Oh, daar zat jij dus ook? Ja. Daarachter? Ja. En een beetje contact? Leuk. Gewoon. En hij is heel... Ja, ik bedoel, hij was heel vrolijk en gewoon gezellig. Maar ik vond het wel heel leuk om... Het was gewoon sowieso een leuke avond met goede DJ's, Black Coffee, Martinez Brothers. Ja. En dan staat Drake ook erbij. Hij was lekker aan het dansen. Het was gewoon zo'n goede vibe daar. Ja. En een leuke sfeer. Want je hebt ook wel eens dat je denkt, weet je, het kan ook wel eens een beetje grimmig worden. Of mensen chagrijnig. Iedereen was vrolijk. Het was, weet je, ze draaiden lekker. Want muziek is echt alles. Hè? Want als jij... geen lekkere muziek draait en een soort van triangel op de achtergrond hebt. Ja. Dat je denkt, ja... Dan word je ook niet vrolijk van. Dat heb je ook wel eens. Dat is dan een soort van nieuw hip. Ja. Maar ik weet gewoon gegarandeerd, als je naar Black Coffee gaat en naar de Martinez Brothers, dan weet je gewoon, je hebt gegarandeerd een leuke avond. Ja. Echt, ik kan me niet voorstellen. Een leuke avond. Alleen al die meiden helemaal gek om die Drake heen. Maar vertel even hoe dat ging dus. Hoe ver stond je van hem? Of... Nee, zij host natuurlijk die avond. En ik liep gewoon erachter en zo. Ja, niks. Gewoon hoi. En that's it. Ja, je weet ook, ik ben ook verlegen. Hij stelde zich voor of niet? Ja, dan kwam Miro Cathy. Maar het was wel... Ja, het was gewoon een hele leuke avond. Het was gewoon gezellig en een leuke sfeer. Mm-hmm. Ja, en ik mocht dichtbij staan. Oh, wat maar ja, leuk. Ik had concurrentie die avond. Oh, ja, waarschijnlijk zoveel meiden op het dek. Ja, die waren helemaal aan het gillen. Dat snap ik. Had van die vlechtjes in. Zo. Maar hij stelde zich dus wel voor. Ja, nou, dat ging heel snel. Ja, gewoon hoi. Ja, gewoon hoi. Ja. Oh, maar wel, het is toch even leuk. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja, dat is wel heel leuk. Dat is gewoon... Ja. En wat ik ook heel leuk vind om te zien, is dat hij ook gewoon heel... Ja, een beetje open was, weet je? Het was niet zo van... Oh, ja, een beetje van, ik ben Drake. Nee, ik vond een hele leuke, gezellige aura hebben. En weet je, gewoon een leuke avond en niet moeilijk. En iedereen was een beetje zo. Het was ook de mensen die er ook omheen stonden, waren gewoon vrolijk. Ik had wel willen meemaken als je contact met hem had. Wat zou jij dan bijvoorbeeld zeggen? Ja, jij zou bijvoorbeeld gewoon zo'n nummer zeggen van... I like this, I like that. Oh yes, I like this. Dat nummer met Rihanna, weet je? Ja. Oh, dat zou jij bijvoorbeeld... Hoe gaat het ook alweer? Ja, ik zou dat... Hoe heet dat nummer? Dat is jouw nummer met Drake en Rihanna. Dat is echt... I know you've been hurt. Ja, I know you've been hurt. Ja, dat nummer, dat zou jij bijvoorbeeld zingen. En ik grijs. Maar ook Kiki, do you love me? Ja. Ja, dat zou jij bijvoorbeeld echt nog zeggen. Ja. Ja, ik zou het dan echt over zijn nummers hebben. Ja, maar dat zou hij misschien niet eens willen. Nou ja, maar ik wel. Ja, maar ik zie jou dan bijvoorbeeld nog helemaal praten over wat hij... Ja, nou ja, misschien dat ik dan op een gegeven moment wel over een andere boeg gooi. Maar ik denk dat je blijft... Ja, je kent hem door zijn nummers. Mm-hmm. Dus dat is toch logisch dat je dan... Ja, moet ik dan zeggen... Beginnen. Was het gezellig leuk met je vrienden lunchen? Ja, zo, dat is toch raar. Dat is ook heel raar. Maar... Ja. Gek is dat, hè? Maar hij is wel een van de grootste van wereldwijd. Ik zou dus ook niet weten hoe ik me zou moeten gedragen. Want je wilt ook niet echt het gevoel geven van... Ja, dat je weet van... dat je bekend bent. Eigenlijk weet ik wie jij bent. Dan bijvoorbeeld... Iedereen weet wie hij is. Nee, maar dat hij weet dat. Dus hoe ga je nou eigenlijk een gesprek aan? Ik wil zeggen, hey, draak, kom eens hier. Ja. Draakie. Nee, tiger. Tager. Ja, nee, dat is ook wel lastig. Ja. Maar wel leuk voor je. Ja, dat is wel vet. Ik wel heel leuk. En, ik heb ook één keer echt...
meter afstand gehad. Ja, was bij een bar mitzwa heel lang geleden. Oh ja, natuurlijk. Met toen, weet je. Ja. En toen had hij die concerten in Amsterdam allemaal gecanceld voor die bar mitzwa, om daar te zijn. Want hij was natuurlijk goede vrienden met, weet je, weer vrienden van Max en klopt, weet ik veel wat. Dat weet ik nog, ja. En dat was ook wel heel vet, hoor. Was Jamie Foxx ook bij? Ja, Jamie Foxx was daar toen ook. Ja. Dat was zo leuk. Dus dat is ook weer zo'n herinnering. Dat was volgens mij, heel Nederland sprak daarover toen. Ja, gewoon, dat was echt de bar mitzwa. In de Amstel, ja, dat was echt een groot feest. Ja. Nou, dus dat leuk. Eigenlijk. Dus dat was wel eigenlijk een, toch wel een highlight. Mm-hmm. Nou, verder, ik in Nederland wat minder leukere dingen meegemaakt. Wat dan? Het lijkt wel alsof ik elke keer wat minst niks leuks meemaak. Zo stom. Hoezo? Dat heb je toch zelf in de hand? Nou ja, nee, want mijn fiets is dus gestolen. Dat heb ik niet zelf in de hand. Je bedoelt mijn fiets? Ja, jouw fiets. Maar die gebruik jij niet, dus in principe... Jouw fiets, ik gebruik hem niet, omdat jij hem gebruikt. Nee, dat is niet waar. Hij staat gewoon een jaar lang op het balkon. Het is echt te zonde. Er zit geen leven omdat in ik fiets. In de zomer fiets. Nee, dat is niet waar. Want je vindt die fiets te laag. En je hebt pijn aan je rug, zeg je. Anyways, de fiets. Luister. Ik ga bij Harbor Club Zuid. Ik ga daar gewoon een lunch met mijn vriendinnen. Ik zet hem helemaal met zo'n kettingslot. En whatever. Om een paal. Om een paal. Om zo'n fietsen fucking rek. Geen idee hoe dat heet. En, gewoon een fietsenrek. Ja, fietsenrek. En 3 uurtjes later komt terug en hij is gewoon weg. Mijn elektrische maar fiets. Maar je liet een foto zien dat het slot niet geforceerd nee, was. Nee, ze hebben dus... Maar dat slot van jou, dat rode, dat is echt zo'n best wel een duur slot. Volgens mij €300. Dat is het beste ja, slot. Ja, de beste dat slot. Dat krijg je gewoon die bij kunnen fiets. Ze dus zeg maar niet snel open krijgen. Dan moeten ze echt forceren. Ik weet niet wat daar speciale ding voor nodig hebben. Maar ze hebben gewoon in dat slot... Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan... Maar gewoon geforceerd, gewoon opengetrokken lijkt wel. Maar zonder dat hij helemaal kapot is gegaan. Dus ze hebben gewoon iets waardoor in ze hem sleutel. Gewoon openklikken. Ja. En dat slot gewoon openvalt. Maar het is toch maar mam, klaar ligt de dag. Weet je wat ik ook gehoord heb de laatste tijd in... laat ik zeggen in Amsterdam dan, omdat ik hier woon. Dat ze met een soort afstandsbediening... dus kofferbakken van auto's open kunnen ja, maken. Ja, maar dat wist ik al lang al. Ja, nou ja, ik niet. En dat ze gewoon je hele kofferbak gewoon leeghalen. Daarom moet je nooit wat maar in je kofferbak... Maar hoe erg is het dat het nu, hè? Ik bedoel, vooral in Amsterdam. Ik bedoel, je kan eigenlijk bijvoorbeeld ook nergens naartoe de binnenstad in. Nee. Alleen maar met een fiets of ja, alles, misschien alleen scooter. Met de fiets, man. En dat dan de een na de ander gewoon... of je kofferbak wordt leeggehaald... Ja. of je fiets wordt gestolen, of je scooter... Het is gewoon, de een naar de ander. Je kan beter nu zo'n Van Moof pakken, want die heeft zo'n GPS erin. Ja. Ik bedoel, je kan moeilijk zo'n AirTag, zo'n Apple Tag... Ik hoor om dat fiets die Van Moof ook niet zo snel gestolen worden. Nee, omdat ze er GPS in zitten. En als het gestolen wordt en je bent verzekerd, dan krijg je gewoon een nieuwe. Ja. Dat is dus zo top aan Van Moof. Maar echt, je mag niks meer hebben in Amsterdam. Alles wordt gewoon van je gestolen. Het is echt, ik word er gek van. Ja, en ook gewoon in Amsterdam, zelfs met een bureau, kom je gewoon niet eens meer de stad in. Alles is afgezet. Ik word er gek van. Rozengracht. Koninginweg. Schat, het is één richtingsverkeer geworden. Het is gewoon... Ik word er gek van. Ik word er knettergek van. Ja, maar ze willen toch alles autovrij maken? En ze zetten ook van die betonblokken nu over op de gracht. Niks kan meer. Ja. Ik zou van geen goud willen wonen op de grachten. Want echt, hoe kom je daar? Nou ja, nu is het gewoon minder leuk. Ja, je het is hoeft geen niet visite te verwachten, nee. Amsterdam is niet meer wat het was. Nee, jammer is dat, hè? Ik mis zo dat ook wel die tijd. Die echt. En ze maken gewoon alles moeilijk, weet je wel. Ik had laatst met jouw scooter... Nou, wanneer rijd ik nou een scooter? Ja. Ben ik dus op het kruispunt. Maar dat was best wel... Ja, een beetje een beginnende snelweg, weet je, over die brug. En ik durfde gewoon niet met mijn scooter op de weg. Dus ik ben gewoon heel zachtjes, echt... op het fietspad gaan rijden. Gewoon uit voor mijn eigen veiligheid. Nee, ze naaien je en ik echt. Dus moet gewoon eigenlijk gewoon gevaar voor eigen leven. Gewoon met mijn scootertje. Ja, je moet op de weg. Waar auto's links en rechts. Ja. En die deden echt hard, hè? Moet. Ja, dat vind ik. Daarom moet je altijd in het midden rijden. Hoe vervelend ze het dat ook vinden. Dat vind ik nog enger. Nee, het is enger als je aan de zijkant. Want dan kunnen ze je misschien sneller inhalen. In het midden moeten ze gewoon ik wachten. Vind dat eng.
Ja, dus maar, ik mag toch bereiden nou, waar maar ik je hebt me dus het meest wel veilig moeten, voel. Want er wordt over, zijn overal camera's. Overal. Ja, nou, ik vind dat belachelijk dat je voor je eigen veiligheid... dat je nog een boete erop nakrijgt ook. Ja, ik vind dat omdat gewoon... ze merken dat Amsterdam er gewoon een pestpleuris aan heeft. Gewoon om bijvoorbeeld een helm op te dragen of om op het fietspad te rijden. Ja, maar ze ik willen vind dus het wel eigenlijk... te ver gaan. Dat lijkt wel een soort van geldklopperij. Is continu. Het ook, want ze willen je gewoon straffen. Ze willen gewoon dat je het niet meer gaat doen. Dat is gewoon wat ze doen. Ja, maar je moet wel alle regeltjes uit je hoofd weten, want... Ik bedoel, ik rijd nooit op een scooter. Ja. Maar ja, heel Nederland gaat nu naar de autorijbaan. Hè? Snorfietsen gaan ook nu naar de autorijbaan. Ja. Dat is ook niet lekker voor de auto's. Nee, maar ja, omdat auto's ook weer te hard rijden, man. Dus het is gewoon een win-win situatie. Dat is gewoon wat ze willen in Amsterdam. Ja, nou, hou er maar over op. Het is verschrikkelijk. We gaan gezellig een spelletje spelen. Ja, wat dacht je daarvan? Dat vind ik ook wel even een goed moment. Wij gaan door naar ons favoriete spelletje. Ja. Fabel of feit. Ja. Is het waar of niet waar? 20% van de jongeren zouden liever hun pink verliezen... dan dat ze nooit meer een smartphone mogen bezitten. Ik denk dat dat waar is. Ja, ik denk... Ik denk dat dat echt een feit is. Ja, want echt, weet je hoe verslavend zo'n iPhone is? Smartphone, ze doen alles op zo'n smartphone. Letterlijk alles. Ja. Ik zou er ook voor een pink voor willen inleveren. Ik ook. Ik denk het ook. Ik toets toch met mijn duimen. Dat bedoel ik. Ja, wat kan die pink nou interesseren? Nee, die pink is eigenlijk wel dat vast. Dat houdt het wel vast. Ja, nou, daar heb je ook tegenwoordig zo'n stangetje voor. Nou, weet je wat ik zag? Dat als je zo'n deukje in je vinger hebt, dat betekent dat jij te veel op je smartphone zit. Ja, je hebt ook een deukje. Ja, zie je hier in het midden, want daar zit je telefoon aan vast. Ja? Ja, doe maar. Kijk, dat kan je nu niet doen, want dat moet je automatisch doen. Nee, zo heb je je telefoon niet vast. Maar hoe dan? Je hebt altijd een soort van... manier hoe je je telefoon vasthoudt. Zeg maar zo. Kijk, zo als een selfie. Kijk, en hier zit dus jouw pink en daar gaat die zwaarte op. Dus je hebt ook een deuk. Ja, maar ik ben ook redelijk verslaafd. Nou, dat bedoel ik. Dus we hebben een kromme vinger. Ik heb wel zeg maar dat ik zoveel uur op een schermtijd mag. Ja. Want anders als ik er overheen ga, het wordt steeds meer. Maar even om terug te komen, we denken dus dat dit waar is. Ja, ik denk dat het waar is. Zou ik even het antwoord... Of zijn wij echt gek? Ja, wij echt verslaafd als wij dit zeggen. Als je zegt dat het waar is. Ik hoop dat het waar is. Ik ga het er nu bij pakken. Ja, het is een feit. Wauw. Volgens wel, we zijn niet de enige. Volgens Adformatie is uit onderzoek gebleken... dat mensen liever zonder pink dan smartphone leven. Ja. Ja, dit was ook best wel easy. Ik had wel even mijn twijfel. Ja, maar weet je wat het ook is met die smartphones? Je kan iemand nu tegenwoordig ook bereiken via... allemaal verschillende soorten apps. Mm-hmm. Dus het is niet meer zoals vroeger dat je iemand alleen maar via een huistelefoon kan bereiken. Nee. Maar je kan het nu via 4-5 verschillende apps. Dus als jij iemand leuk vindt, dan moet je gewoon al die apps op om te kijken of... Ja, maar mam, het is zo lekker. Het is echt het smaak. Nou, ik vind af en toe ook wel... Ja, dat ik even die telefoon weg. Ik heb wel af en toe dat ik denk, oh, ik zit gewoon een uur naar mijn telefoon te staren. Wat heb ik nu met mijn uur gedaan? Helemaal niks. Geen moer. Ja, maar je hebt ook je e-mails op je telefoon. Maar je hebt wel ook... Zelfs TikTok. Ik zit soms gewoon een uur op mijn TikTok. Denk ik, wat heb ik nou geleerd? Echt, daar ben ik zelf ook gewoon slachtoffer van. Ja, maar oké, want dat is social media. Maar ik heb echt ook al mijn andere apps op mijn telefoon. Ja, klopt. Weet je? Maar ik moest hem laatst mijn schermen maken bij de Phone Lab. En toen was ik hem 3 uur kwijt. Dat was wel even wennen, hoor. Ja. Elke keer dacht ik, waar is mijn telefoon? Hij is kwijt, hij is kwijt. En dan dacht ik, oh, hij is daar. En dan was het weer 5 minuten later, waar is mijn telefoon? Waar is mijn telefoon? Ja. Nee, die is daar. Nee, maar weet je dat wat ik... Zo zie ik, verslaafd. Ja, echt maar verslaafd. Je hebt ook al die Yellow Bricks, Park Mobile. Je hebt het nodig, heb je gewoon nodig. Als je dat niet... Je hebt alles op je telefoon staan. Het gaat los van social media. Ik word gek als mijn telefoon verlies. Ja, jij wordt echt gek. En ik krankzinnig. Ja. Nou, jij niet dan? Ja, jawel. Maar jij wordt echt de Cruella. Ik heb altijd 2 backup telefoons mee. Ja. Ja, dat weet ik. Verslaving. Ja, maar lijkt gewoon wel drugsdealer. Nee, maar... Telefoons. Nee, ik heb er 3. Ja, zelfs 3. Ja. Wat doe jij dan op die andere telefoon? Dat is gewoon een soort tik van mij. Nou, maar dat is alleen als ik op reis ga, hè? Ja, okay. Dat je 3 telefoons hebt. Ja. Dat als de ene het begeeft, dat je nog 2 andere hebt. Ja, dat is echt een verslaving. Mam, dan ben je echt opperverslaafd. Want als jij al het gevoel hebt dat jouw telefoon elk moment uitvalt... dan ga jij over naar die andere. Of je doet het een beetje... Hoe zeg je dat? Gemixt? Zodat je batterij bespaart? Nee. Jawel. Nee. Nee. Jawel. Dat is niet waar. Jawel. Nou, ga over naar de volgende vraag. Nee, dat was het. Dat was het. We hebben dat het wel was goed. Het. Ja, we hebben het goed. Oh. Het is dus een feit. Nou, wat voor apps gebruik jij het meest?
op je telefoon? Meest, ja, dat is toch wel... heet het... wacht, mag ik eerst even kijken? Ik weet even niet meer hoe het heet. FaceApp. Nee, grapje. Ben jij de grappigste thuis? Wacht even. Op mijn mail. Messenger. Signal. Telegram. Met wie zit jij zo stiekem op Signal? Ja, nou, ik mag toch Signal hebben? Ik heb ook signalen afgeven. Dat doe ik op Signal. Signal. Ja. Maar Signal verwijdert berichten na een paar uur. Is dat zo? Ben jij zo geheimzinnig? Ja, daar heb jij zeker wel op gelet. Nee. Nee, dat is niet waar. Want je kan ook bellen via Signal. Ja. Nee, heet gewoon toch zoiets als WhatsApp? Nou, dat gaat soms. Dat is gewoon soms zo. Okay. Dus ik heb verschillende apps. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zit echt voornamelijk op TikTok. Dat dacht ik al. Ik zie het nu ook gewoon meteen. Ik vind TikTok ook heel leuk. Ja. Instagram en Spotify zijn mijn top 3. Ik luister heel veel muziek ook. Spotify? Echt veel. Maar heb je ook SoundCloud? Nee, dat gebruik ik niet. Word daar heel erg... rommelig van. Ja. Maar je weet dat je in mijn familiepakket zit... dat als jij muziek luistert, dat ik er afgegooid word. Bij SoundCloud? Nee, bij Spotify. Dat kan niet, want we hebben een familiepakket. Nou, ik werd er vaak afgegooid. Weet je nog dat kan niet, ruzie dat was hadden. Vroeger. Omdat we toen nog niet, toen hadden we één account. En dan had ik een feestje. En dan had ik een feestje thuis. En dan had ik lekker muziek opzet. Hup, muziek uit. Omdat zat zij er weer op. Hup, muziek aan. Zij mij daarom weer eraf heb ik dat familiepakket gedaan. Uiteindelijk. Zodat we gewoon lekker met z'n tweeën, drie erop kunnen. Is toch top? Ja, nee. Ja, zo is het. Ja, en zo. Zit je ook veel op Instagram? Je zit er natuurlijk ook constant. Minder. Ik vind Instagram ook niet meer zo wat het was. Dus... Ik vind ze hebben die instelling allemaal veranderd. Ze hebben veranderd, een update en het is zo... Ik word er zo misselijk van. Ja, dat is heel raar. Gewoon, waarom snap hebben ze het niet. Dat gedaan? Omdat ik denk dat ze gewoon die concurrentie heel erg hoog hebben met TikTok. TikTok gaat gewoon heel goed. En het is logisch ook, maar ja... Maar wat vind jij nou het leukste aan TikTok? Gewoon die dommige dingen. Gewoon echt grappige filmpjes. Vind je het ook leuk om mensen mee na te doen? Ja, dat vind ik ook wel leuk, maar dat doe ik wel minder. Maar ik vind het ook heel leuk om make-up filmpjes te kijken, inspiratie opdoen. Ook van die kookmensen volg ik. Ja, vind ik leuk. Heel satisfying. Vind ik dat heel lekker. Oh, mensen die aan het koken zijn? Ja. Maar dat noem je toch geen kookmensen? Ja, dat noem ik kookmensen. Maar in mijn wereld, fantasie, mam. Ja, ik heb gewoon mijn eigen woordenboek. In ieder geval mensen die kunnen koken. En die dan allemaal leuke recepten hebben. Ik kijk ook een beetje van alles. Mensen die sporten. Verschillende oefeningen doet, maar ook heel veel domme filmpjes. Grappige filmpjes. Weet je nog dat wij Celine Dion hebben nagedaan? Met die föhn en zo. Ja, met die föhn. In de lockdown. Ja, dat hebben we. Nou, dat hebben we best wel snel. 5 keer hebben we dat opnieuw gedaan. Dat ging best goed. Ja. Ja, dat was ook zo. Dat was echt wel wat voor jou. Met die glitterbroek en dan die föhn. Oh. En dan met die fles haarlak. Ja, ja, en dat moesten je optillen. Nou, we gooien er wel even in. Dat vinden we leuk. Ja, ik vind het wel heel leuk om mensen na te doen. Mm-hmm. Ja, daar ben je gewoon goed in. Ja, maar ik vind dat echt leuk om te doen. Mm-hmm. Maar wel van die. Ik vind het alleen een gedoe om van die grappige stukjes te zoeken. Weet ja, je wel? Dat. Ik heb daar ja, maar daarom, als je het op je fiets ziet voorbij komen, gelijk meteen opslaan. Want dan kan je hem altijd terugvinden. En ik vind het soms lastig om te knippen. Weet je, ja, maar dat technische, dat heb jij niet echt. Maar dank je. Ik vind dat nee, ja, alleen... dat is gewoon zo. Maar dat is heel makkelijk. Als je er een beetje geduld voor hebt, maar jij hebt geen geduld. Dat is voor jou... Oh. Jij hebt geen geduld. Met die brat hiernaast. Oh, wat erg. Met die brat. Nou ja, waar het eigenlijk op neerkomt, we zijn gewoon... alle twee echt mega verslaafd aan ons smartphone. Zeker. En ja, ik kan me ook niet voorstellen om een paar uur zonder telefoon in mijn hand. Nee, dus ik zou ook mijn pinken voor inruilen. Zou jij een week op een eiland zitten zonder telefoon? Nee. Ik denk dat ik na een dag gewoon helemaal gek word. Ik denk, dat kan ik echt niet. Ik ben dan zelfs in het vliegtuig op zoek naar wifi. Ja, kan je nagaan. Ja. Zij zegt dus dat ik lach met mijn tong uit mijn mond door die filmpjes. Ja, dan moet je echt op... Ja, nee, ja, ik vind het gewoon... Ja, je weet hoe ik ben. Maar alsof ik dat expres doe. Ja, maar dan moet je op letten. Nee, dat kan niet. Jij moet erop letten dat je niet altijd door me heen tettert. Nee, ga jij er maar eens op letten. Als je zo lacht, ik vind het raar. Nou, in ieder geval, wij gaan door. Ja. Nou, mam, we zijn nu bij ons laatste rubriekje. Vertellen aan Estelle en Joelle. Zie. Vertel. Nou, we hebben hier een... bericht binnen, Fuskas, als ik het goed uitspreek. Het gaat erom, haar dochter is 20 en ze heeft een hele rommelige kamer.
Ze vindt dus letterlijk alles in haar kamer. En ze geeft het echt een 9 qua cijfer. Zo qua smerig. Rommeligheid. Ja, qua rommeligheid. Ja, ik neem aan als het een 9 is, rommelig. Ze vindt alles in haar kamer. Dus dan denk ik ook aan verrotte pizza in de dozen. Oh, alsjeblieft zeg. Als ik dit al hoor, nou, dan gaat mijn maag al draaien. Ja, ik heb smetvrees. Nou, ik vind dit ook niet prettig. Dit vind ik ook echt ranzig. Maar we vormen nu een beeld erbij. Ja, maar hoe kan je het zover laten komen dan? Ja, dat weet ik niet. Soms ook gewoon, misschien, ja, 20. Sommigen hebben dat gewoon. Die vinden het niet noodzakelijk. Hoe kan je nou slapen of wakker worden of functioneren... Ja. Als je kamer niet schoon is? En dan heb ik het niet echt over een beetje rommelig. Dat kan een keer gebeuren, maar dat het niet schoon is. Ja, sommigen hebben dat, man. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee, ik zou al meteen... Dat weet jij. Ja. Jij weet hoe ik ben. Jij zou zelf al misschien opruimen. Ik ruimde altijd jouw kamer op. Maar ja, jij was wel eens rommelig, maar niet mega. Nee, maar dit, ik weet niet. Ik had misschien een paar kleren of en zo. Het is 20, hè? Het is 20. Ja, ik bedoel... Ja, ik had gewoon als moeder gezegd van... Luister, je woont bij mij. Weet je, ik vind het niet prettig. Wat ik allemaal vind, ik bedoel, ik wil hier ook kunnen stofzuigen of het moet gewoon schoon zijn. Ik had eerst gewoon Rentekil gebeld. Wat dacht je daarvan? Dat kan ook. Je kan ook gewoon. Ik had daarna met mijn dochter gezeten en dan had ik gezegd: luister, ik ga elke dag je kamer controleren. Als het nog één keer zo'n tyfuszootje is, dan ga je er gewoon uit. Of ik zou... Nee, ik zou daar niet tegen kunnen. Maar ik heb toch OCD. Ik zou helemaal... Ik zou niet kunnen functioneren. Ik zou gewoon als die moeder, als die dochter... Je krijgt ongedierte ervan. Oké, luister. Maar als ze er echt heel moeilijk over doet... dan zou ik gewoon tegen haar zeggen... Oké, weet je wat? We nemen één dag, even in het weekend... en dan gaan we het allebei gewoon even opruimen. En dan zorgen we gewoon dat het zo blijft. Vanaf het moment dat het weer schoon is. Ja. Dat zou ik doen. Van, hé, luister, als je het niet zelf wil doen... dan help ik je wel. Ik zou het ook meteen opnieuw gaan schilderen. Ja, ik zal er ook even een disinfectiespreetje op gooien, ja. Ja, het moet wel echt goed schoon zijn. Maar ja, nogmaals, ik weet niet hoe rommelig het nu is. Ja. Maar ja, als ik het zo lees, dan... Ja, je weet... Ik ga ook van het ergste uit. Laten we er gewoon ervan uitgaan dat het echt heel erg is. Misschien valt het wel mee. Ja. Maar ik zou dan inderdaad het goed opruimen, goed schoon laten maken. Ja. En dan, als het nog een keer gebeurt, ja, dan zou ik echt wel aan de bel trekken. Nee, ja, maar... Ja, oké. Okay. Maar want een andere optie gewoon... als ze daar moeilijk over doet, dan kan je het altijd met z'n tweeën doen. Als ze 20 en als ze dat graag wil, dan zou ik zeggen, dan ga je lekker op kamers. Ja, ga je lekker op kamers. Maak je daar maar wat rommelig maken. En vies. Ik zou me er ook dood aan irriteren. Nou, mee te maken, ja. Dat stinkt, dat ruikt. En nu heb ik het echt over dat we het over pizzadozen met stukken pizza er nog in en zo. Dus. Ze zegt ook, ze vindt alles daar. Ja, ik wil niet eens weten wat alles inhoudt. Maar ik ga wel van het ergste uit. Ja. Nou, ik had waarschijnlijk duidelijk. Die deur eruit getrokken. Ja. Ja. Ja, ingetrapt en eruit getrokken. Nee, ik had gewoon die deur van er gewoon losgestroefd. En dan had ik hem gewoon ergens verstopt. Dan zeg ik, totdat jij die kamer opruimt, dan krijg je pas je deur terug. Ja. Anders slaap jij dag en nacht met de deur open. Ja, toch? Heb jij geen privacy? Mijn worst nightmare. En ik vind ook als je 20 bent, moet je ook wel een beetje ik vind, weet je, dan, je bent ook nog eens een keertje een vrouw. Dan vind ik ook nog eens een keer... Ja dat kan toch niet. Het is echt onverzorgd. Dan moet je echt wat aan doen. En daar kan je ook bij geholpen worden. Ja, vind ik ook. Nou. Dus, maar ik vond het wel een hele leuke vraag. Ja, zeker. Ik hoop nog meer van dit soort vragen te krijgen. Ja. Dit was wel duidelijk. Ja, ik vond het een leuke vraag. Ja. Nou, zover het einde van aflevering 17. Nou ja, mochten er nog mensen zijn die graag een vraag willen insturen, doe dat dan. En volg ons op Instagram, TikTok en YouTube. Ja, abonneer en geef ons wat sterren. En bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel leuk. Ik ook. Ik heb weer genoten. Als jij dat bij mij gedaan had, hè, met die kamer. Ja. Echt. Dan. Echt waar. Dat zou wat zijn. Echt, ja. Ach, ja, bedankt ben voor ik het luisteren. Ja. Bedankt dat je altijd naar me geluisterd hebt. Nee, ik heb dat gewoon uit mezelf. Ja, doei.